Dus wat biologie voor mij zo speciaal maakt, zijn eigenlijk de mensen die hier komen. Het zijn van allemaal verschillende klassen eigenlijk. En dat we hier eigenlijk de aandacht aan ze willen geven die ze verdienen. Eigenlijk de aandacht die ze niet in een gewone kapperszak krijgen. Ik wilde graag barbier worden. Destijds waren er nog geen barbiersopleidingen. Dus moest ik in de leer bij de barbershop zelf. Toen ben ik in Bussum aan het werk gegaan als leerling. 4 jaar daar gewerkt en na 4 jaar wilde ik graag voor mezelf beginnen. Toen ben ik een zaak in Utrecht gestart samen met mijn compagnon Rogier. En daar zijn we inmiddels 2 jaar bezig. Er zijn inmiddels 4 vestigingen. Bussum was de eerste, Laren de tweede. Nou, wij zijn 2 jaar geleden geopend en in Almere is er 1 jaar geleden ook een vestiging geopend. Ik denk dat wat ons onderscheidt hier is dat wij uitsluitend zonder afspraak werken. De meeste barbershops werken altijd op afspraak en merken toch dat de klanten het heel fijn vinden dat ze gewoon langs kunnen komen wanneer dat zij dat willen.